Hallo, mijn naam is Dirk Bergman en ik ben voorzitter van de stichting VOC, Verbond voor Opheffing van het Cannabisverbod. Want misschien weten jullie het niet, maar cannabis is nog steeds verboden in Nederland. Het enige wat niet verboden is, is consumptie van cannabis als je volwassen bent. Alle andere dingen, het bij je hebben van cannabis, het hebben van planten, het kopen bij de coffeeshop, het wordt hooguit gedoogd, maar het is nog steeds verboden. Daarom vinden wij dat het verbod zo snel mogelijk opgeheven moet worden. En hebben we voor de korte termijn een aantal concrete punten voor het kabinet die snel ingevoerd zouden kunnen worden en waar iedereen van zou profiteren. Ten eerste, de thuisteelt van 5 vrouwelijke planten per volwassene zou onmiddellijk legaal moeten worden. Geen huisuitzettingen meer voor cannabis die voor persoonlijke consumptie is geteeld. Ten tweede, de verkoophoeveelheid bij coffeeshops moet weer teruggaan naar 30 gram. Op dit moment is die 5 gram. Zeker in coronatijden is het voor iedereen makkelijker en veiliger als je 30 gram per keer kan halen. Ten derde, de coffeeshops zouden, wat het VOC betreft, een weekvoorraad in huis moeten mogen hebben. Op dit moment mogen alle coffeeshops slechts 500 gram voorraad hebben, of ze nou groot zijn of klein. In het kader van de wietproef is verzonnen dat de coffeeshops die mee zullen gaan doen aan de wietproef een weekvoorraad in voorraad mogen hebben. Dat lijkt ons heel slim om dat gewoon voor alle coffeeshops te doen, want veel veiliger, veel makkelijker en er is geen reden om 500 gram aan te houden als maximum. Ten derde, het testen van cannabis in een laboratorium om bijvoorbeeld te kijken of er pesticiden of andere vervuiling op zit, is op dit moment ook verboden in Nederland. Coffeeshops mogen dat officieel niet doen of laten doen. Dat vinden wij waanzin. Iedere coffeeshop die zijn wiet wil laten testen, die zou dat moeten mogen doen. Dus labtesten zo snel mogelijk legaal. Het vijfde punt, al in februari 2017 heeft de Tweede Kamer in meerderheid de wietwet van D66 aangenomen die cannabis reguleert voor alle coffeeshops in Nederland. De hele achterdeur, geen wietproef, gewoon een fatsoenlijke wet. Die wet is de ijskast ingegaan tijdens de formatie van het huidige kabinet. Wij vinden dat die zo snel mogelijk uit die ijskast gehaald moet worden en naar de Eerste Kamer moet worden doorgeleid, zodat die wet gewoon aangenomen kan worden. In Nederland hebben we niet eens een wietproef nodig. Wil je meer weten over wat het VOC precies doet, wat jij zelf kan doen voor het VOC? Kijk dan even op onze website www.voc-nederland.org. En heel veel plezier vandaag.